Een jong kalf heeft genetisch een flinke groeicapaciteit. Maar voor een goede groei is een goede hygiëne essentieel. Want een pasgeboren kalf heeft nog geen weerstand. Daarom is het jonge dier vatbaar voor schadelijke micro-organismen. Micro-organismen die groei en gezondheid ernstig kunnen verstoren. Gelukkig biedt een goede biestvoorziening de eerste bescherming. En met opvang in een schone omgeving verlaagt u de ziektedruk. Om besmetting te voorkomen, huisvest u alleen dieren met dezelfde leeftijd bij elkaar. Een schone omgeving is nodig voor maximaal groeiresultaat. Daarom kiest Kalf Hotel voor innovatie in huisvesting. Hoogwaardige hokken met maximale aandacht voor reinigbaarheid en hygiëne. Hokken waarin u de kalver iedere dag eenvoudig kunt voeren en bijstrooien. Hokken met een geavanceerd hoekloos ontwerp, met een supergladde coating zonder poriën. Zo kan vuil zich niet langer verstoppen. De gladde hokken zijn na gebruik goed te reinigen. En met de juiste desinfectie reduceert u het kiemgetal tot bijna nul. Zo start het volgende kalf in een schone en veilige omgeving. Voor een schone omgeving is hygiënisch werken belangrijk. Trek daarom aparte kleding en laarzen aan als u uw kalveren verzorgt. En geef ieder kalf een eigen genummerde speenemmer. De speenemmers reinigt u dagelijks met heet water en een desinfectiemiddel. Bezoekers kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van uw kalveren. Daarom laat u bezoekers alleen toe met bedrijfskleding en bedrijfslaarzen. Worden overtollige kalveren opgehaald? Doe dit in een aparte opvangruimte dicht bij de openbare weg. Zo verkleint u de kans op een besmetting via transporteurs op het erf. Met de juiste aandacht voor hygiëne in kalveropfok bent u ook in staat om de groeicapaciteit van uw kalveren optimaal te benutten. Gezonde, snel groeiende kalveren zijn de beste basis voor een efficiënte, goed renderende melkproductie. Kalf Hotel. Happy Kalf, Happy Farmer.